Dag mensen, leuk dat jullie weer kijken op jullie brakke zondagochtend. Zo, dat is een oldschool intro, let's go! Het is echt veel te warm hiervoor. Wel goede throwback en we gaan met throwbacks houden. Want kunnen jullie nog herinneren dat ene modellenprogramma? Ik zou heel graag wat tegen de groep 1 jullie willen zeggen. Nee, die bedoel ik niet. We gaan niet naar Dieke. Oké, we gaan een klein stukje naar Dieke. Ik zou heel graag wat tegen de groep 1 jullie willen zeggen. Yes, wil je naar voren komen? Ik heb een The Big Five getest. Dat is heel heftig. Zeker. Die heeft een kijker heeft die gemaakt. En die is zo grappig. Maar heeft hij ook echt een vaatdoek aan? Maar een ander modellenprogramma bedoel ik. En ik denk dat alleen mensen boven de 23 dit kennen. Het heet I Can Make You a Supermodel. En die show is weird, jongen. Die warmte stijgt echt naar mijn hoofd. Ik snap als je nu denkt, ja maar Rijk, valt er wel mee? Ze zochten gewoon naar supermodellen in dat programma. Nee, maar we gaan kijken. Ik zweer, het is weird. Een eerste kandidaat die over 2 dagen naar de testfotoshoot mag komen. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet. We have to find the girl. Don't, what's... En dan... Can you see up ahead? Ja. Slow down, kill. Don't scare anyone. Daar zou ik al twijfelen aan mijn baan. Als je zou moeten zeggen van, don't scare her, just a little girl. Wat de fuck zeg ik nu? Excuse me, sorry to stop you in the middle of the shopping street. My name is Phyla. Hallo, Gerada. Gerada, nice to meet you. Oké, gaat nu even niet om, maar dat is wel de lelijkste naam die ik ooit heb gehoord. Sorry, nee, we gaan door. Have you guys considered modeling? Has she been approached to model before? No, never. Fotograaf Paul voelt dat ze goud in handen hebben en belt het andere team. Hey, Polly. Hey, Lisa. We just found a little killer. And Twyla's talking to the mother right now. Okay. Potential little killer here, man. They found a girl? Thank God, yeah. Polly. Hier zou ik als vader twijfelen of mijn dochter nu wordt verkocht aan een Russische gang. Of loverboys. Als iemand zo naast me komt staan met een rode broek en aan de telefoon zegt... Yeah, we found one. She's a potential little killer. What the fuck, bitch, is mijn dochter? En aan de andere lijn hoor je dan... Woo! They found a little girl! Hey, hoeveel moet je voor hebben? Eurotje voor 100? Ja, weet je, kijk maar gewoon wat ze ervoor over hebben. Ik heb 2 dochters, ze zijn ook er. Oké, we're on our way. Later. Paulie's just on his way over. Oh, with nice. Lisa, yeah. Nice. So the big kahuna is on his way. Ja. So yeah. Very important people in our... Nee, maar nu doen ze het expres. Yo, just so you know, the big kahuna is onderweg. Gewoon de baas. En hij is geïnteresseerd in je dochter. Dan komt hij zo aanlopen. Dan zou ik als vader wegrennen. Oh. Trying to figure out which one is the model. Which one were you talking about? Hello. Hello. I'm Paul Fisher. Gerada. Nice to meet you. Ja, dus. Ik zag al net. Je gaat eerst mijn dochter kidnappen. Nu ga je mijn vrouw versieren. The fuck? Die pa heeft echt een hele slechte dag. I'm Esme. Wow, that's a beautiful name. If Esme could just do a photo shoot. And see if she enjoyed it just a little bit. If she didn't enjoy it, right back to school. Is that something, sir, that you would even consider just to check it out? Of gewoon een ander idee hoor. Je zorgt niet dat ze een product wordt van een industrie terwijl ze gewoon op school hoort te zitten en de jeugd hoort te beleven. Is gewoon een idee hoor. Sir, I know this is we just met you and I know this is kind of different, but your daughter is a very beautiful young person. Ik heb nooit. Ja, moet het zo gezegd worden? Kan het niet gewoon. Gewoon waar het wel om gaat. Het is gewoon, hey, your daughter has de uiterlijk of een kenkelang model. En ze is symmetrisch as well. Zo merken houden van der. Gescout bij huilen om One Direction. Klinkt niet al kut. I love it. You're really cool looking. Why are you upset? Whoa, wait a minute, why are you upset? Well, I should be watching Harry Styles, but the only one I see now is een 45-jarige kale dikzak. Die met een camerateam waar RTL 5 op staat. Dus, hè, nu heb ik ook nog gepest op heel mijn school. You're so beautiful. You are so beautiful. Why are you crying? Because you didn't get in? Ze waren mij aan het uitkiezen die geen kaartjes hadden. Oh, het model, zeg maar, van deze aflevering is zij. En niet zij. Ze waren meiden aan het uitkiezen die geen kaartjes hadden om naar binnen te komen. En ze kwamen niet eens bij ons aan de kant, dus we hebben niet eens de kans gekregen om binnen te komen. Oké, dus als ik het goed begrijp, gingen ze dus naar een concert zonder kaartje. Daar stonden ze in de rij, terwijl ze geen kaartje hadden. En toen kwam er niemand naar hen toe die zei, hey, gratis kaartje. En daarom huilen ze. Want ik become a supermodel. And I represent the most famous models in the world. And you are so beautiful.
You are so freaking beautiful. And you, hold on a second. Anybody see a show called I Can Make You a Supermodel? Yeah, yeah, I really. You've seen I that love show? That. Oh my you God. Love that show? Yeah, yeah. Ik hou van tieners. Niet op. Nee. Ik bedoel gewoon. Ja, yeah, I love that. Wat is dat met tieners die nu zo foto's maken? Moet ik wel zeggen, toen wij tieners waren, hadden we hondenfilters. What the fuck was dat? Iedereen had een hondenfilter op zijn Instagram. Tell her who I am. I'm pumped. Tell her who I am. Tell her who I am. So you're now, you're crying because you didn't get in there, but you just met me. How old are you? 15. How tall? 1.80. Dat hij nu zegt, 1.80 meter, jezus fuck. Oh, je moeder is giraf geneukt, the fuck? Dat ze nog harder gaan huilen. What if I can make you into a model? Would that make you happy? Yes, would that be okay? You can date them. Is it, wait a minute. Is it? You can date them. I love it. Degene die dat zei, ik hou van jou. Fuck het concert. Word een supermodel. En dan date Harry Styles. Zij kijkt nog steeds alsof ze een spook ziet. Nou, wel een soort Voldemort. Hey, we gaan naar We Saw Her First. Ook al werken ze als team, iedereen wil de credits om de It Girl te vinden. She was a killer, huh? Wow, I'm liking this place. But we found a beautiful girl. And now it looks like Paul found an even more gorgeous girl too. It's gonna be a tough race. En precies dat gebeurt. En precies dat gebeurt. Fisher en Twyla zijn het meisje kwijt aan Paul en Lisa. Wait a minute. Yeah, hold on a second. Hold on, whoa, whoa, whoa. No waving. Whoa, whoa, wait a minute. Twyla, who is that kid? She's amazing. Wait a minute. Wait a minute. I think she's a bit big. God damn girl, what the fuck? Ze is gewoon aan het shoppen. Ja, jij. Nee, niet wegrennen. Dat betekent dat je het niet wil, maar blijf wijzen. Jij. Ja, jij. Inderdaad. Jup. You are a mess. Ze is veel te dik. Ach, dat meisje loopt daar gewoon. Die wordt nog uitgezonden ook. A couple of quick pictures. Yes. Lisa. Hey, we gotta fight about this. I saw that kid from like 300 feet away. We found her. Hey, found mom, her. Mom. Mom, you saw me waving at you, right? No. He's already. Die oude man erachter denkt nu echt. Dit doet mij denken aan Duitsland. Zij moet tegen de muur staan. En hij lijkt op een Duits pornoacteur. Nog eentje. Laat nog eentje kijken dat ze iemand van straat plukken. Ik vind het echt vet leuk. It's like a wave of models. It's like it's raining the most beautiful girls in the world. For a guy like me, who like lives and breathes making people famous. I mean, I can't. Oh my god. Twyla, Lisa, look at that little kid. They're everywhere. It's raining. Het zijn gewoon jonge meiden die shoppen. Tuurlijk zijn ze overal. Het zijn gewoon. Gewoon kinderen. It's raining models. Like that song, that Donna Summer song. Yeah, yeah, it's raining models. Yeah, yeah, I know that song. Yeah, it's raining models. 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 Overwhelming. I think we found 5 models in that short amount of time within a half an hour. Waarom lijkt zij zo erg op Amanda Seyfried van Mamma Mia? Niet dat ik die film 5 keer heb gezien of heb gezien. All in one spot. Where did all you people come from? This is just the craziest place I've ever seen in my life. Oh, wow. Echt? Is de winkelstraat van Eindhoven de gekste plek waar je ooit bent geweest? Dan ken je Madurodam nog niet. Daar lijken de vrouwen pas lang. Wow, die joke. Contrast between Eindhoven and Maastricht, radical. 5'4 girls, 13-year-old girls 6 foot tall. 5'4 girls 21, 13-year-old 21-year-old girls. In Maastricht zijn 13-jarigen 13 jaar. In Eindhoven zijn 13-jarigen 21 jaar. 13-year-old 21-year-old girls. Nou, dan ging deze guy nog even interessant lopen doen. Ever discovered you before, right? No. Things are about to change. I'll see you later, okay? Nou, zij heeft toen ontslag genomen van de Kruidvat, maar ook geen model geworden. Is toen dakloos geraakt, is nu een junk. Waar ik wel benieuwd naar ben, wie is nu een supermodel van het programma? En daar kunnen we achterkomen door deze video. Waar zijn de winnaressen nu? Absolute supermodel is Julie Homans. Ze liep niet alleen op catwalks voor de grootste merken, ook grote magazines staan inmiddels voor haar in de rij. Oké, dat is wel vet. Chanel, Vogue, Chloe, Yamin. Ik heb geen idee wat ik zeg. Maar wel vet. Er zijn modellen uitgekomen. Zo bijvoorbeeld ook zij van 2014. We zullen even kijken wat zij nu doet. Hoe heet zij? Oh, dik. Zij is tot de dag van vandaag nog gewoon model.
Ze is nu 25. Dat is dik. Oké, het programma heeft enigszins wel gewerkt. I'm good at this shit.